staan hier bij werk van Trevor Paglen. Ook fotografie. Sterrenhemel of wat is dit juist? Het is inderdaad een sterrenhemel dat je ziet. Dus Trevor Paglen is een fotograaf, maar ook een geograaf en ook astrofotograaf, zal ik maar zeggen. Dus deze fotoreeks heeft hij eigenlijk allemaal satellieten, spionagesatellieten en ook zelfs geheime ruimteveren, onder andere van de Amerikaanse overheid, maar ook van andere overheden, gefotografeerd. Dus op heel grote afstand natuurlijk, dus hij heeft daar ook heel speciale astronomische lenzen en fototoestellen voor gebruikt. Het zijn eigenlijk spionagesatellieten die je ziet en die fotoreeks vond ik wel interessant om erin te steken, omdat ze verwijzen ook naar die architectuur in de zin van infrastructuur, bijvoorbeeld die surveillance infrastructuur. Niet alleen hetgene waar dat wij dus dagelijks mee geconfronteerd worden, zoals de bewakingscamera's in de stad, maar ook dit soort van objecten die zich hoog boven ons hoofd bevinden en waarvan het bestaan eigenlijk officieel niet gekend is en zelfs officieel ontkend wordt dat die dingen bestaan. Dan is er nog een reeks van hem. Ja. Heel anders, dit is eerder korter bij de grond en bij de aarde. Ja. Dus deze reeks heeft hij eigenlijk met dezelfde techniek gewerkt, dus ook met die astronomische telelenzen. Dus de foto's zijn van op heel grote afstand genomen, vandaar dat ze soms ook heel vloe zijn. En in die reeks is hij eigenlijk allemaal geheime militaire basis, geheime testsites van de CIA, trainingskampen gaan fotograferen. Dus eigenlijk ook allemaal sites die officieel niet op de kaart staan, is hij gaan vastleggen.